So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Wat hij zegt, als hij daadwerkelijk het ook gaat doen, dan is we krijgen ook een betere leefbaarheid. En niet alleen in Amerika, maar ook de gedeelte ook van de wereld krijgt ook een beter begrijpen, elkaar begrijpen en ook dat iedereen naast elkaar leeft. En voor u persoonlijk, waar hij voor staat, herkent u zich er ook in? Ja, zeker. Zeker. Ja, daarom zeg ik ook, ik denk dat heel veel mensen inspiratie en kracht gaat uitputten uit wat die man tot nu toe gezegd heeft. Ja. Als we allen nu gaan denken dat er geen meerdere, nog mindere zijn op deze wereld, dan bereiken wij allemaal hetzelfde waar we allemaal naartoe leven. Vrede, vrijheid, want dat willen we allemaal. En liefde, one love. One heart. Ik weet 900% zeker dat hij kan waarmaken wat hij zegt, maar hij kan het niet alleen doen. Als de voetbalclub niet scoort, krijgt de trainer de schuld. Maar de trainer kan het niet alleen doen. De spelers moeten ook meedoen. Heel mooi moment. Ik denk dat het inderdaad een heel historisch moment is. En ik vond het leuk om dat met meerdere mensen te vieren. Ik vond het leuk hier om dat zo te doen. Anders zit je maar met z'n tweetjes thuis. Nee, ik vond het leuk.